In de supermarkten hebben ze tegenwoordig steeds meer probeerverpakkingen. En dat is best wel chill, want als het niet lekker is, krijg je gewoon je geld terug. Nou, hoe fijn zou het zijn als dit ook met baantjes kon? En eigenlijk doe ik dit altijd al voor jullie. En vandaag ga ik weer solliciteren. En dit keer als logistiek medewerker bij GVT. Dat proberen gaat in 3 etappes. We beginnen altijd gemakkelijk. Deze keer is dat de bijrijder zijn en wat vracht helpen lossen. Daarna gemiddeld de planning coördineren. En als final test zelf een beetje rijden tijdens het orders pikken. Chauffeurs zijn vroege vogels, dus hij staat al te wachten. Dat betekent snel aan de slag. Hey. Marco. Ja, zeker. Nou ja, ik ben Puk. Jij gaat mij vandaag helpen. Ja, zeker. Gaan we doen. En wat gaan we allemaal doen voor leuks? Nou, we gaan laden, lossen, aankoppelen, afkoppelen. We gaan een stukje rijden. En mag ik ook rijden? Nee, daar gaat het niet in zitten vandaag. Nee, dat zou ik ook niet doen als ik jou was. Oké, laten we gewoon gauw beginnen en dan gaan we door. Gewoon naar de auto, jongens. Ja, naar de auto. Wow, dit is zo hoog. Ik voel me ook echt een baby. En waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Eindhoven en Son. En hoe laat ben je dan klaar in de middag? Nou ja, meestal ben ik niet in de middag klaar. Als ik dan in België zit, dan zit ik wel rond kijken. Dan meestal rond een uur of 7, 8 s'avonds. Oh wauw, dus het is niet zo van ik begin om 5:30 ochtends en ik ben lekker om 3 uur klaar. Nee, ja. Nee. Jeetje, nou snap ik waar jouw salaris vandaan komt. Dat je net zei, ik krijg wel goed betaald. En dan stap ik met zulke dagen. Werkpaardje. Ik wil gewoon een lekker dagje van huis zijn. Niet. Heb je zo slecht thuis dan? Ik heb het heel goed thuis. Echt heel goed. Maar, zegt hij nu, hè, omdat er gefilmd wordt. Nee, ik heb het echt heel naar mijn zin thuis, goed thuis. Heb je een leuke vrouw? Waar heb je haar leren kennen? Nee, ik loop nooit op Tinder. Tinder? Nou ja, dat is tegenwoordig. Ja, het is ook heel modern. Ja, dat kan daar gewoon. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, gewoon gedate. Leuke dingen gedaan. Gewoon uit eten. Een keer naar... Ik vind bios vind ik altijd een beetje cliché, weet je wel. Ja, dan kan je ook helemaal niet praten. Precies, je kunt helemaal niet met elkaar converseren, want je zit daar maar zo van ja. Heb je zo'n leuke popcornbak met een gat erin? Nee, joh, heerlijk, joh. Grappig, hè. Ja. Ik kom er al helemaal in. Eén Tinder date gehad, was gelijk mis. Echt waar? Ja. Okay. Oh nee, dat moet ik echt niet zeggen. Dadelijk kijkt hij dit toevallig en hij weet volgens mij... Ja, natuurlijk weet hij dat ik met hem op Tinder date gehad. Het wordt echt nu steeds stommer. We zijn bijna in Son aangekomen. En daar gaat Puk helpen lossen. Gelukkig heeft ze er keiveel zin in. Toch, Puk? Zo koud en zo vroeg en moet pissen. En nu heb ik weer genoeg gezeurd. Oké, okay, Marco, hoe lang denk je dat we hiermee bezig zijn? Want dan kan ik inschatten hoe lang mijn blaas het nog volhoudt. 10 minuten. Oké, okay, ga ik heel snel even pissen. Heb je wel zo'n hele pallet trailer af laten vallen of zo? Ja, of om laten vallen op die kar? Ik heb wel eens om laten vallen inderdaad, ja. Een pallet met drukwerk. Toen was ik eigenlijk heel erg stond die al tegen de voorkant aan, zeg maar. Een pallet met drukwerk. En toen net bij de laatste adres ga ik tegen dak aan. Net hard tik, kiep ze zo hard mogelijk. Oh, en toen alles kapot? Nee, gewoon opnieuw op tafel als een boekje zetten. Kunnen gewoon... Lekker pompen. Ik ben gewoon een beetje onhandig. Oh nee, kijk, hoe? Maar ben ik nou echt zo achterlijk? Ja. Nu gaat het goed. Even kut allemaal. Een beetje vreukwerk is het. Oh, als ik dit ook laat vallen. Oh. Is het goed zo? We gaan gelijk aan de slag, of niet? Ja, even een bakje koffie, even rusten. Nou, even rustig, daar hebben we geen tijd voor. Voor de tweede opdracht is ze in het epicentrum van GVT, bij de planners. 10:42 is natuurlijk te vroeg om Marco naar huis te laten gaan, dus we gaan Marco een tweede ritje geven. En een klant geeft een order. Meerdere orders aan elkaar wordt een rit. En kijk, hier heb ik een mooi voorbeeldje. Hier heb ik een chauffeur. Ik heb gelost. Ik heb geen problemen gehad. Okay. Heeft hij problemen gehad, dan gaat hij dat melden naar mij. En dan kan hij vanuit de boordcomputer kan hij een berichtje naar mij tikken. Real-time, gewoon klein, kort en zakelijk. Alleen we willen Marco ook terug laten laden in Alkmaar. Ik ga even lekker zitten. Ja, ga even zitten. Oh, hij is er lekker voor. Ja, hij is lekker voor me ook, hè? Marco. Tik maar eens op het toontje en dan zie je een envelopje komen en die staat hier op mijn positie. Jij mag hem eens maken. Nou, als ik hem eens mag maken, dan ga ik er eens even voor zitten. Ja.
Schoot iets binnen. Oh, deze toch? Ja. Is dit alles? Heeft hij niet eens even een x'je of zo? Ik mee me uitsloven. Oh, je bent geweldig. Top, Marco. Nee hoor, Marco, ik vind je hartstikke lief nog steeds. Dat is een beetje hard to get. Met de cijfertjes heb ik het denk ik helemaal onder de knie. Dat heb ik wel gezien. Maar is er ook iets wat echt werk is, zeg maar? In wat voor een opzicht wil je echt werken? Echt met mijn blote vrouwenklauwen. Jij wilt het warehouse in? Ik wil het warehouse? Ja, ja. Het warehouse wil ik in. Zullen we dat gaan regelen? Ja, wil ik doen. Gaan we doen. Toppie. Voor de final test gaat Puk orders pikken. Eindelijk zelf een beetje rijden. Of had jij soms andere plannen, Puk? Ik weet niet wat ik kom doen. Ik kom jou helpen. Dus geef mij gewoon een taak. Ja, oké, is goed. Ah, nou, zo simpel. Een BT'tje. Een BT? Heb je ooit mee gereden, een BT? Oh nee, dat klinkt als een broodje van de Subway. Nee. Doe rustig, van achteren. Dus net of ik op een Xbox zit die niet goed in is gesteld. Paniek nu met al die drukte om me heen. Hoi. Oké. Die doet er wel. Ja, oh man, ik krijg helemaal stress van jouw collega's hier. Ja, de bovenste is 1B. Zes stuks. Ja. Je hebt zes stuks nodig, dus dat is toevallig één doos. Punt. Ja? Ja. Oh, dit is best leuk werk. Waar? Gewoon hier? Nee, gewoon hier omheen. Oh. Oké, en dan gaan we nu op naar de wine cooler. Cooler. Ik kan niet zo goed uitspreken. Wijn cooler. Hey. Oh, dat was niet de bedoeling, denk ik. Ja, kijk, en gedraaid zijn we. Zo, ingeparkeerd. Nou, dat was het dan, hè, denk ik. Ja. Was leuk. Nou, ik heb weer een heerlijke werkdag gehad en de conclusie van vandaag is denk ik toch wel dat vrachtwagenrijden superleuk, maar wel een beetje alleen. Want Marco, jij hebt wel echt mijn ochtend gemaakt. Planning. Ja, die cijfertjes die klonken voor mij een klein beetje Chinees, maar de gesprekstof die stond me wel weer aan. Ja, in order te pikken lijkt me gewoon echt superleuk. Lekker op zo'n karretje crossen de hele dag. Dus misschien kan ik daar nog wel een keer op terugvallen. En wil jij nou ook werken bij GVT? Ga dan naar www.werkenbijgvt.nl. En mij, ja, zie je volgende maand weer. Doei!